Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier weer terug voor meer Lego Star Wars 3 The Clone Wars. En ja, vandaag gaan wij denk ik maar het eerste level doen wat gisteren, of nou ja, laatst eigenlijk was de prologue aan de beurt. En nu gaan wij dus echt een leveltje doen. Dus even kijken, wat is dit voor system? Is dit niet dat system waar die ding van General Grievous was gevonden met dat grote sensor ding of zo, wat dat schip van Plo Koon helemaal kapot maakt of zo? Ik weet niet hoe dat system heet. Even kijken. Moet dit gebouwd worden of zo? Oké. Oh mijn god, je bouwt met de Force. Oké, dat is wel interessant. Even kijken. Oké. Nee, ik wil niet pad meer. Ik wil en een keer gewond worden. Oké. K, goed. Oké, dan. Check. Characters and mission select. Oké. Wel. Eens kijken, Geonosis area. Oh mijn god, oké, dit is echt gewoon cool opgezet. Oké, we zijn naar Geonosis gekomen en waar willen we nu heen? Willen we achter General Grievous aan, Ventress of Count Dooku? Weet je wat? Laten we gewoon achter Count Dooku aangaan. Want nou ja, Geonosis, we waren op Geonosis, dus dat is denk ik wel interessant. Count Dooku, here we come. Yes, story. Oké, let's go. Tadadam. Ik heb ook een kopje thee hier trouwens. Dus even voor de sfeer, voor mijzelf natuurlijk. Skip die shit. Oké, gunships. Oh ja, dit is met dat level, zeg maar, dat je met die gunships moet vliegen of zo, niet? Of niet? Nou, ik weet niet meer. Want, nou ja, ik heb deze game dus ook op de Wii gehad. Oh ja, dan moest je volgens mij met eerst Jedi's en dan de Speeders of zo. Oké, wel goed. Als ik überhaupt nog weet hoe dit werkt. Oh ja, met die speeder dingetjes. Even kijken, oké. En, oké, dat is schiet. Oké, copy that. Oké, nou, eens even kijken. Waar moeten we precies dan allemaal heen? Droid! Oh, dat zijn clones. Nee, een platrij zo. Even kijken, ik denk dat we eerst hier even heen moeten gaan zo. Kan ik hierin? Ja, dat kan ik inderdaad. Oké. Even kijken. Oké, gaan we dat ding even kapot slopen hier zo. Kom maar, Miss Windu. Maak dat ding dood. Sloop het. Oké, goed. Nou moet ik even u. Kijk, nu bedien ik dat ding zelf natuurlijk. Dus dat is wel nice. Gaan we die krachtgenerators even kapot maken. Kijk, dat willen we. Holy shit, nee, oké, daarop. Oké, nice, goed. Nu kan ik de sword zelf wel weer aan. Even die droids allemaal dood hier. Oei, oké. Die droids weten ook gewoon niet wat het allemaal is en zo. Even kijken, voor een gouden ding heb je een laser nodig als het goed is, als ik me dat nog herinner. Kan dit ook kapot? Kan dit? Ja, dit kan kapot, oké. Moet het kanon er even innemen hier zo. Kan ik weer... Nee, volgens mij moet het nu kapot gemaakt worden. Kutzooi. Kan ik er nou al in of niet? Laat me er nou toch in, mensen. Nou, dan maak ik kapot. Maak hem niet meuk. Moeten we dus een ander kanon vinden. Wel, daarvoor kunnen we die spieren gebruiken, volgens mij. Eens even kijken. Ik kan die andere gastjes ook worden, maar ik vind dit leuker. Kijk! I like this. What? Oké, wat de fuck is dit nou? Ik wil op dat ding schieten. Open de vuur. Piu, 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 piu. Dat is één krachtgenerator. Oké, nou moeten we deze meukje allemaal even doormaken. Ik kan de walsen gewoon. Ja, daar wil ik in, want die heb ik nodig. Wat, K of zo? Meuk! Kijk, de laser. Even kijken, waar moest ik heen ook alweer? To start strafing of zoiets. Oké, K. Nee! Oh, ik moest op H drukken. Noob dat ik ben. Nou, dan kan ik eerst weer helemaal... laten we eerst dit ding maar eens even slopen hier zo. Hebben we wel een schipding voor nodig. Kijk, dit verstaat wel even. Kloontje, ik moet hier even op. Ja, dank u wel. Op de Wii is het heel anders. Even kijken, laten we maar goed die dingen eerst kapot gaan maaien hier. Dat is in ieder geval kapot. En dan kunnen we in ieder geval dat level een beetje snel afronden hier zo. Even kijken, maai, 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 al die dingen nog ver. Oké, zo. Even kijken, daar wil ik in.
Want, nou ja, daar moet ik in namelijk. Ja, jammer joh. Kijk, ik ga het gewoon kapot aan. Zo cool is dit gewoon. Oké. En kapoetski doelos. Oké. Even weer relocaten ergens of zoiets. Die droids. Maar nee. Oké, nou moeten we wel een voertuig vinden, hè. Kijk, ik heb zo'n kloonding weer. Oké, dat is altijd fijn. Oké, gaan we even achteruit lopen hier zo. Oké, dit is wel heel vreemd. Sorry kloontjes, het spijt me allemaal heel erg, maar ja. Ja, daar moeten we op gaan schieten. Oké, open dat vuur. Open dat vuur. Oké, schiet hem dood. Dat is zo'n landing pad voor van die droidscheepjes, zodat ze versterking kunnen krijgen en zo. En dat willen we natuurlijk niet, dus ja. Kijk, hoe kunnen we dat kapot maken? Oh, wacht, pak even het geld, hoor. Oh, dat kan niet op zo'n ding. Oh, wel. Oké, dat is handig. Oké, open het vuur maar. Oké, het zijn er 3, dat is nice. Maak een lekkere vordering hier. Oh, die is ook al kapot, dat is nice. Even geld te pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk very important. Oké, ik begin het lopen nu ook in de vingers te krijgen hier. Oké, nou dan gaan we eens even verder zoeken denk ik naar wat enemies. Oh god, droid, stamp de wals gewoon overheen met mijn ding en bam en zo. Even kijken, oké, ja, hier moet ik nu in, ja. Tellen de dingen even te slopen. Oh nee, wacht, kun je gewoon uitzetten. Waarom slopen als je het uit kunt doen, hè? Oké. Kijk, voor die dingen heb je zo'n kanon nodig. Dus dan moet ik even dat ding pakken. Klotjes! Oké, zo, even op dit ding. Ik ga dit ding eens even besturen hier. Zo. Ik ga eens even vervuren. Dat is een verschil, denk ik dan. Daarop zeg ik toch. Kijk, daarmee krijg je dat ding kapot. Hier, use a bigger explosive weapon to destroy large silver objects. Hier. Holy shit, hey. Already then. Goed zo. Wat nu? Oh ja, dat ding, hè. Pew, 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 pew. Er was volgens mij nog wat. Nog een ding. Ja, kijk, daarmee kun je ook schieten. Kijk, ik weet niet of je daarmee kapot kunt krijgen, maar dat... zullen we zelf wel merken. Oké, zo. Daarbovenin zie je een... middenbovenin zie je volgens mij een thingy-majingy bobbers. Kijk, maar ze worden allemaal mee op ver en zo. Jee, ik wil op zo'n ding. Geef me hier zo'n dingetje. Klo, die ding is leuk. Moet er nog één zo'n ding? Zou ik waarschijnlijk iets heel fancy's mee moeten doen? Oh ja, dat is zo'n. Even kijken, moeten we even gaan vuren op dat ding natuurlijk. Wacht, dat doen we even gewoon ouderwets. Zo, dan nemen we even het kanon hier over zo. Moet alleen even wel even kapot maken. Ja, oké, kapot. In ieder geval dat die droid eruit is, zoals nu, kijk. En dan kunnen we iets heel fancy's gaan doen. Kijk, dan gaan we gewoon... Nee! Oh mijn god, die ding heeft kapot gemaakt. Die kreeg nu zo'n slechte dag. Oh mijn god, Mace Windu ook dood. Lekker dan. Oké, goed. Kijk, dit bedoel ik dus. Ik kreeg wel iets om de droid. Ik kreeg gewoon zo'n ding hier binnen. Zo, die moet even kapot gemaakt worden. Die meuk. Kijk, zoals een ding zoals dit bijvoorbeeld. Dat kan ik wel gebruiken. 2 zelfs van die dingen, dat is wel mooi. Laseren! De laser erop, jongens. Njurr, dit doe ik het meeste damage. Hiermee moet je ook op het laatste level het Zillow Beast kapot maken. Hé, hey, we hebben het level verslagen. Mooi zo. Die droidje van Omai zo. Oké, dat is geniaal. Dit heb ik nooit gesnapt, waarom die dingen kunnen vliegen. Oh ja, nu moet je die dingen aan de onderkant moet je maaien met die... ja, met die grote lasers. En die worden dan helemaal geelachtig en dan moet je ze op een gegeven moment kapot maken of zoiets. Jee, kloontjes, goed zo. Oh god, ja, dat ding dat stort nu naar beneden, hè. Ja hoor, klein windvlaagje. Wat is dat nou met die droids? Die hebben niet eens loggen. Waarom moeten die lui hoesten eigenlijk? Oh god, nou mooi hoor, die is in ieder geval nu dood. Wicked Fisto zien, hè. Dat is gewoon lelijk, gewoon. Jee. Gewonnen. Level complete. Free play unlocked. Dat is mooi. Zo, oké. We hebben Mace Windu gekregen. Ik denk dat iedere aflevering 1 level is of zo. Tenzij het natuurlijk een heel lang level is.
Dus ja, dat was volgens mij wel een leuke episode. Dus even kijken, oké, wel hoeveel procent... Ja, 22, maar ik ben niet... Ik ga nooit voor het geld. Ik ga gewoon voor het level verslaan, weet je wel. Gewoon voor de actie en zo. Geld boeit me niet zo heel veel. Oké, want nou, ik ga geen freeplay doen, dus waarom zou je geld nodig hebben? Oké, gold bricks. Oké. Wel jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten. We gaan eens even continue story doen. Eens even kijken. Gaan we nog eens even kijken wat wij nog verder allemaal verboeiende shizzle hier gaan doen. Oh ja, kijk, nu zijn wij Mace Windu en Kid Fisto, dat is leuk. Oké, wel, nu zijn we hier. Wel jongens, bedankt voor het kijken. En hopelijk laat u even wat likes achter voor de volgende episode. Laten we eens kijken of we 15 likes kunnen halen voor de volgende episode. Ik hoop dat deze serie echt enorm, enorm populair wordt. Dan vraag ik ook nog even een paar dingen van jullie om mij even te volgen op Twitter. En om nog even te abonneren. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.